Hallo, welkom in Hela Bar. Vandaag gaan we de Spicy Juniper maken. De cocktail is lichtjes fris en ook lichtjes kruidig. Ten eerste gaan we het ijs in het glas doen. Genoeg blokjes tot boven. Dan beginnen we met de smeed jenever, 50 ml. Voilà. Dan gaan we verder met de ginger ale. Deze gaan we over de lepel gieten. En dat gaat ervoor zorgen dat de bruis in het glas blijft. Waarom het de Spicy Juniper heet? De Spicy is eigenlijk voor de gember in de cocktail, van de ginger ale. En de juniper staat voor de jeneverbessen die als hoofdbestanddeel dienen in de smeed jenever. Even rustig roeren. 2 dashes Angostura. Dat is eigenlijk 2 keer schudden met het flesje. Dan roeren we nog 1 keer om. En dan kunnen we gaan garneren. Ten eerste de muntblaadjes. Dit gaat een klein beetje frisheid verzorgen. Dan de schil van de citroen. Deze sprayen we over het glas, zodat je de etherische olie eigenlijk tijdens het drinken gaat proeven. Voilà. En dat is de Spicy Juniper.